Stop met hardlopen. Ik verblijf veel in Valencia en woon dan tegenover een heel uitgestrekt park. Wat ik dan vaak zie in dat park zijn mensen die denken dat hardlopen de enige manier is om fit en gezond te blijven. Ook al hebben ze er niet heel veel plezier in. Althans, daar lijkt het vaak niet op. Luister, als je hardlopen niet leuk vindt, dan hoef je het niet te doen. Ik heb in het verleden heel vaak hard gelopen en ik bleef dat ook doen om dezelfde reden. Ik dacht dat het de beste manier was om vet te verliezen en mijn conditie op peil te houden. Maar hardlopen is niet de enige manier. Er zijn talloze manieren om fit en gezond te blijven. Die passen bij jouw levensstijl en waar je plezier in hebt. Ik speel bijvoorbeeld 2 keer in de week padel. Ik ben er niet heel goed in, maar ik ren de ballen uit mijn broek en daardoor blijf ik fit. Dus aan alle mensen die van hardlopen houden, goed zo, ga zo door. En voor iedereen die dat niet doet, zoek iets wat je wel leuk vindt en ga zo door.